Sinds kort is er weer wat te doen voor de jeugd in de Leidse buitenwijken. Haar sportschool is dicht en dus besloot Anna Razouli zelf wat te gaan organiseren voor jongeren tot 13 jaar. Ik kon niet blijven zitten en bij de laatste persconferentie van Rutte dacht ik, oeh, wij horen er niet bij. Maar dan gaan we nu echt gewoon nog meer uit de kast halen. En door hier op het sportveld met allemaal kinderen uit de wijk te gaan sporten. Wat vindt u ervan dat ze dit organiseren? Ja, erg leuk. En zeker voor de kinderen in deze tijd is het natuurlijk heel leuk. Ja, want ze kunnen niks, hè? Nee, ze kunnen heel weinig. Ja, ik kan ook weinig, maar voor mij is het minder erg. Voor de kinderen is het wel heel vervelend. Dus vandaar dat het nou heel leuk is, hè? Het liefst zou Anna ook sportactiviteiten voor pubers vanaf 14 jaar organiseren. Wilt de ene groep wilt alleen maar voetballen, dan ga je met dat groepje voetballen. Maar niet iedereen wil voetbal. Wil de andere groepje misschien kickboksen, bied het aan. Maar we hebben wel steun nodig van heel veel verschillende partijen. We moeten het echt samen doen. Voor steun hoopt ze op de gemeente Leiden, want andere organisaties die zich met jongeren zouden moeten bezighouden, laten zich niet zien in de wijken. Ik zie ze niet. En ik heb ze de afgelopen weken ook niet gezien. De wijkagent is blij met het initiatief van Anna, want hij ziet de overlast van jongeren toenemen in de wijken. Nou, er zijn gewoon al wat nare incidenten geweest. En ik kan er inhoudelijk nog niet echt veel over kwijt, omdat het allemaal nog in onderzoek is. Maar het feit is wel dat uit verveling ontstaan gewoon heel veel vervelende dingen. Dus je merkt dat het voor de jongeren het ook heel moeilijk wordt nu? Ja, die jongeren hebben gewoon weinig structuur en weinig om handen. En dan krijg je vanzelf de rottigheid. Maar hier in de Stevenshof bleef het gelukkig nog lang gezellig.